Vijf en een half jaar ondernemerschap leert je een heleboel over jezelf... en de dingen die je wel wil en de dingen die je vooral nooit meer wil. Daarom in deze video de vijf dingen waar ik het meeste spijt van heb... aan het begin van mijn carrière, zodat jij deze fout niet hoeft te maken. Hoi, mijn naam is Demi en zoals je misschien wel weet... heb ik een bedrijf genaamd Grow Video, ofwel een videomarketingbedrijf. Dat doe ik nu vijf en een half jaar, volgend jaar zes. Dus dat is best al wat jaartjes. En in die jaren heb ik een heleboel... Klote situaties geleerd, maar ook een heleboel leuke situaties geleerd. Maar in deze video ga ik je in ieder geval de vijf dingen vertellen waar ik het meeste spijt van heb in mijn carrière. Dus, laten we beginnen. Blijf voornamelijk even hangen tot het einde, want de laatste gaat je ongelooflijk veel tijd schelen. Nummer vijf is gesprekken voeren met onrealistische doelen of onrealistische budgetten. Wat bedoel ik daar nu precies mee? Ik heb een keer meegemaakt dat, ik denk dat het alweer vier jaar geleden is, dat iemand tegen mij zei... ...hé hey Demi, kun jij ons uh, Instagram kanaal binnen twee maanden naar uh, 800 volgers groeien um, met een budget van 100 euro? Ik denk, voor 100 euro kan je net een paar foto's maken misschien. Misschien twee. Nou, dan moet je nog kopies schrijven, dan moet je nog plaatsen. Is gewoon niet mogelijk. Kijk... Ik ben Demi Groen, ik ben geen Hans Klok uh, en dat roep ik ook heel vaak in mijn LinkedIn berichten. Mocht je mij nog niet kennen op LinkedIn, volg mij dan eventjes. Ik zal het hieronder in de beschrijving zetten. Um, maar het is gewoon onrealistisch en ik zie ook heel veel bedrijven een nieuw Instagram kanaal bijvoorbeeld starten en dan gelijk willen adverteren, terwijl ze nog helemaal geen content hebben of misschien één super slecht sketchy bericht hebben geplaatst en denken: jongens, dit is niet hoe marketing hoort. En het is natuurlijk niet dat ik ja zei op dit soort dingen. Maar dit zijn wel dingen die bij mij in mijn schoot zijn geworpen. Die jij misschien nu ook wel krijgt. Waarvan je niet precies weet hoe je dat aan kan pakken. Nou, het is gewoon onrealistisch. En dat moet je die persoon ook gewoon vertellen. Want uiteindelijk heeft die persoon in kwestie misschien helemaal geen kennis van social media in dit geval. Of helemaal geen kennis van video. En dan ben jij de expert die daar wat over kan zeggen. En dus kan zeggen: van nou, ja, met dit budget is het gewoon niet realistisch. Dus moet je op zoek naar een stagiair. Of moet je het gewoon zelf gaan doen. Kijk, een goed onderdeel en een belangrijk onderdeel van een goede samenwerking. is begrijpen welke werkzaamheden nodig zijn. om een bepaald doel te bereiken. Je kan wel tegen iemand zeggen. Joh, je moet op maandag beginnen. en op vrijdag wil ik resultaat hebben. Maar als jij je een beetje verdiept. ook als klant zijnde. in hey, wat moet er nu precies gebeuren. op een kanaal of op een profiel. en welke content moet er worden geschoten. welke kopie moet er worden geschreven. welk beeldmateriaal moet er worden gecreëerd. Dan zie je juist welke stappen er allemaal nodig zijn. en dat het dus ook veel meer tijd gaat kosten. wat 100 euro gewoon echt aan geen enkele kant snijdt. of ooit realistisch zal worden. Een bedrag van 100 euro is met die stappen die ik net noemde. dus gewoon nooit een realistisch budget. En zeker niet met de verwachtingen van 800 volgers in één of twee maanden. op een nieuw profiel of een nieuw kanaal. Kijk, groei is geen quick fix. Het liefst. Hebben de meeste mensen, als ze morgen in de sportschool gaan trainen, de dag erna via het lichaam. Maar het is een uh, opstapeling van consistente dingen die je doet, in dit geval aan je lichaam, of in dit geval aan je uh, business, om ervoor te zorgen dat je een bepaald resultaat krijgt. Het is niet zo dat als ik vandaag een e-mail stuur, dat ik morgen gelijk 300.000 mensen op mijn e-maillijst heb staan. Nee, doordat ik elke maand een e-mail stuur en dat ook promoten op mijn LinkedIn, zal, nou, gaande beetje, uh, hoe noem je dat? Stukje voor stukje, beetje bij beetje. Mijn nieuwsbrief steeds verder groeien. Ofwel, groei is geen quick fix, maar een lange termijn proces. Nummer vier, waar ik spijt van heb aan het begin van mijn carrière, is serieus ingaan op koffieafspraken. Als jij als vrouw of als man, ik spreek even vanuit de vrouw zijnde, want daar kan ik over mee praten, um, content maakt, video's maakt, en in ieder geval twee of drie keer per week post... dan is de kans heel groot dat je nou, eens in de zoveel tijd... zeker elke week wel, een berichtje krijgt van... hé, hey, uh, Demi, heb je zin om binnenkort een kop koffie te doen? En vroeger dacht ik, oh, dat is gezellig. Klaasje, Pietje en Carla die hebben allemaal interesse in mijn bedrijf... want ze willen graag een kopje koffie met me doen. En in essentie um, bleek het soms heel anders te zijn. Um, het was soms zelfs dat ik dacht van... Hmm, dat mensen ook meer dachten van: oh, ze willen, ze willen een date, in plaats van dat ze echt serieus interesse hadden in mijn bedrijf. En um, soms als ik twijfel, dan vraag ik altijd: is het een zakelijke of een persoonlijke afspraak? En als ze dan zeggen persoonlijk, dan denk ik: nou, dan heb ik geen interesse. Want ja, ik heb genoeg vrienden uh, en ik hoef niet nog met andere mensen een koffie te gaan doen uh, als ik daar geen behoefte aan heb. Um, dus ook als vrouw zijnde moet je hiervoor uitkijken. Want ik heb ook wel eens meegemaakt dat uh, ik werd gebeld door een marketingbureau. Een marketingbureau. Hele grote verhalen van uh, we zitten in Dubai, we gaan uitbreiden en dit en dat. En uh, nou, het was een online marketingbureau. Hè? Dus goed, ik dacht nou oké, okay, klinkt wel interessant, maar ik, ik was onderweg. Dus ik had mijn laptop niet bij en ik had, mijn telefoon ging gewoon over, dus ik nam hem gewoon op. En toen na dat gesprek dacht ik, nou, uh, dat klinkt wel goed. Ik ga even eens kijken met welk bedrijf ik nu een gesprek heb ingepland. Want als het een online marketingbedrijf is dat zo goed gaat, dan is dat vast online te vinden. Nou, dus niet. Ik ging op zoek en ik vond echt een hele rare website. Um, nou, ook de plek zeg maar waar het kantoor dan zat, was meer een soort van schuur. En um, van de eigenaar waren ook geen foto's te vinden, niet op LinkedIn en een beetje op Facebook. En toen dacht ik: Oké, okay, dit vind ik echt wel heel sketchy. Want als jij tegen mij zegt dat, uh, dat je naar Dubai gaat, dat je het uitbreiden bent en dat allemaal zo helemaal hoog tot de botel. En zeker als het een online marketingbedrijf is, dan zal je online zichtbaar moeten zijn. En als dat dan niet het geval is, dan vind ik dat gewoon heel raar. Dus ik heb dat op een gegeven moment gewoon afgezegd. Maar dat zijn dus wel van die dingen waar je op moet letten. Zeker als vrouw. Waar ga je naartoe? Controleer het bedrijf. Controleer de persoon. En 9 van de 10 keer zal het misschien goed zijn. Maar haal in ieder geval die rotte appels eruit. Daarnaast, als mensen vragen of ik een kopje koffie wil doen. Ik drink eigenlijk geen koffie. Ik hou helemaal niet van koffie. Zeker niet van zwarte koffie. Eens in de tijd de cappuccino. Maar ik vind het gewoon niet heel erg lekker. Dus als mensen vragen om een koffie met mij te doen. Hoe ik het nu aanpak, is dat ik eerst vraag: van, Goh, hè, waarom wil je met mij een koffie doen? Is het zakelijk of persoonlijk? Nou, zeggen ze nou: hè, Ik zoek bijvoorbeeld video's van mijn bedrijf. Ik denk nou, God, dat is interessant. Dan denk ik nou: Weet je, ik hoef daar niet per se een koffie voor te doen. Want vroeger ging ik dan ook nog wel eens naar Amsterdam toe. Of dan ging ik naar Den Haag toe. Alleen om die koffie te doen. En dan moet je een uur reizen, een uur terug. ben je twee uur onderweg. En dan vervolgens heb je een gesprek dat nergens op slaat. En dan is je hele tijd, de hele middag is weg. Nou, dat gaan we dus niet meer doen. En dat bespaart je ook ongelooflijk veel tijd als je hiermee stopt. Dus hoe ik het nu doe. Als mensen met mij een koffie willen drinken, dan gaan we eigenlijk een virtuele koffie drinken. Ik heb een groeigesprek met mensen kunnen inplannen om te kijken of zij video's willen voor een bedrijf. of misschien content nodig hebben voor hun bedrijf. En als de interesse daadwerkelijk oprecht is, dan kunnen we samenwerken. En dan zullen we elkaar ook fysiek zien, waar we een lekker bakje thee in mijn geval. of een lekker bakje koffie zij of haar geval, in hem of haar geval kunnen doen. Dus daarmee is het ook gewoon helemaal opgelost. Het derde ding waar ik spijt van heb aan het begin van mijn carrière is: ja zeggen op alles. Ik ben van origine een echte people pleaser. Ik doe het liefst wat iedereen vraagt. En ik ben erachter gekomen in het ondernemerschap dat dat het, het slechtste is wat je kan doen. Natuurlijk moet je een compromis vinden met bepaalde dingen. Maar je moet niet continu naar de pijpen van je klant gaan zitten dansen. Want daar word jij in ieder geval niet heel gelukkig van. Zo so, heb ik een keer een klus gehad. Um, een hele grote klus voor een groot mediabedrijf. En um, dat waren ook producties die dan in de kerst plaatsvonden. En ik vergeet nooit meer dat ik in die videoseries... dat ik die gewoon had uploaden was tijdens het kerstdiner... tijdens Eerste Kerst, Kerstavond. Gewoon echt tot diep in de nacht doorgehaald. Omdat dan iemand zei van, oh ja, de video's komen voor kerst. Die video's kwamen dan op kerst. En dan moest ik alsnog op kerst die video's uploaden. Terwijl ik ook gewoon had kunnen zeggen... hey luister, ik ga kerst vieren met mijn familie... Ik werkte al niet, dus ik heb alles nodig voor kerst. En als je het de dag voor kerst om vijf uur naar mij stuurt... dan zorg je dat alle video's in ieder geval voor kerst zijn geüpload. Um, nou, in, in het begin deed ik dat dus niet. Dus ik ging ongelooflijk over mijn eigen grenzen heen. En... Um, ja, waar, ja ik had, het is niet zo dat ik daardoor in een burn-out raakte. Dat heb ik nooit gehad. Maar ik was wel vaak verdrietig tijdens deze, deze opdracht. En... Um, op het moment dat je dan iemand aanspreekt op zijn gedrag, uh, dan krijg je daar ook best wel een grote discussie van. Uh, en het bleek dat die persoon al vaker was aangesproken door andere mensen op zijn gedrag. Dus hey, ik was daar niet de enige in. Maar als je nog best wel jong bent, wat ik ook best wel was tijdens die opdracht, ik geloof dat ik een jaar of 24. Nou, ik vind dat best wel jong. Tuurlijk, je kan altijd jonger beginnen. Maar 24 is best wel jong. Hey, ik heb ook niet heel lang in Lonies gewerkt voordat ik ging ondernemen. Dus ja, om dan in een mediabedrijf te komen werken met ja, een heleboel mensen die ook aan die videoseries werken. Um, dat was nogal wat. En daarin wordt wel van je gevraagd om met allerlei verschillende mensen samen te werken. En dat betekent dus ook dat iedereen een verschillende manier heeft van aanleveren, kwaliteit en natuurlijk ook communiceren. En omdat je dat van anderen dus niet kan waarborgen, moet je in ieder geval zelf die grenzen stellen en bewaken. Want doordat ik iedere keer ja zei op dat soort dingen, verdween wel echt mijn vrije tijd. En daardoor was ik bijvoorbeeld met kerst, maar ook in het weekend tot diep in de nacht nog aan het uploaden. En als je tot twee uur op video's zit te wachten, dan heb je daar de volgende dag ook last van. En zeker als die dagen daarna hetzelfde gebeuren, ja, dan, dan ga je gewoon merken aan je mentale gez gezondheid. En dat is gewoon iets wat ik niet meer wilde. Dus kijk, een bedrijf runnen zonder in het weekend te werken is ook gewoon mogelijk. Dus het is gewoon heel belangrijk om hier grenzen in te stellen en die grenzen ook te bewaken. Het tweede ding waar ik spijt van heb aan het begin van mijn carrière, we zijn bijna bij nummer één. Uh, is niet voor mezelf opkomen. Het heeft een beetje te maken met het punt uh, hiervoor. Kijk, ik ben best wel een people pleaser... of ik was best wel een people pleaser. Uh, dus als iemand zegt van... nou, het gebeurt op deze en deze manier... dan volg ik daar altijd in. Um, maar als er bijvoorbeeld afspraken zijn gemaakt... van hij levert iets aan om vijf uur... en het is er pas om zeven uur... dan is het mijn goed recht om te zeggen... hé, hey, om zeven uur heb ik een etentje met een vriendin gepland... dus ik ben er gewoon niet. Ik zat te wachten om vijf uur... Toen stond ik twee uur voor je paraat en om zeven uur moet ik weg. En dan kan die persoon dat heel erg vervelend vinden. Dat vind ik zelf ook niet leuk, want het liefst had ik het werk natuurlijk gedaan. Maar ik heb die uren al ingecalculeerd in mijn agenda en gecommuniceerd naar hem. Dus als die persoon het dan niet nakomt, is dat niet mijn probleem. En op het moment dat je iemand daarop aanspreekt, dan maakt ze dat vaak wel jouw probleem. En um, ik was al altijd iemand die liever de discussie vermeed en dan toch... Gewoon om zeven uur nog even ging uploaden en dan toch even tegen mijn vriendin zei van hey, weet je wat ik kom gewoon later, maar dat dat doe ik niet meer. Maar de waarheid is je kan gewoon niet iedereen tevreden houden. Als je een samenwerking hebt voor een half jaar zal er altijd iets zijn wat misschien niet op tijd is aangeleverd of misschien niet helemaal goed is. Maar daarin is het dus heel erg belangrijk om de telefoon op te pakken en de gesprek aan te gaan in goede en in slechte tijden. Ja, en dan nummer één. Oh, mensen, wat heb ik hier veel tijd aan besteed. Het nummer één ding waar ik ontzettend veel spijt van heb aan het begin van mijn carrière is veel tijd besteden aan offertes. Ik maak het nu iets minder vaak mee, maar ik krijg nog wel eens de vraag van: Hey, Demi, wat kost een video bij jou? En dan denk ik: Wat voor video wil je hebben? Een bedrijfsvideo? een korte promotievideo, een verticale video, wil je een documentaire hebben van een half uur, Ik bedoel. Als jij nu naar een autoboer toe gaat en je zegt, uh, wat kost zo'n auto? En ze hebben Ferraris, maar ze hebben ook Renaults en ze hebben ook uh, Teslas. Dan zal die man ook zeggen, ja, dat is afhankelijk van wat jij wil. En hetzelfde geldt met video's. Dus op het moment dat mensen nu naar mij toe komen, opdrachtgevers of wie dan ook van, hé, hey, um, wat kost zo'n video bij jou? Dan vraag ik eerst even goed door van... hé, hey, maar wat voor video wil je dan hebben? Wat moet er in de video te zien zijn? Uh, heb je een voorbeeld wat je ons kan sturen? Want alleen dan kunnen we pas het voorstel maken. Op alleen maar, um, ja, maak maar een voorstelletje of zo... daar ga ik gewoon niet meer op in. Ik had ook laatst zoiets dat um, was voor een soort van... Uh, ja, ik kan het bedrijf natuurlijk niet noemen. Ik wil het wel even anoniem houden hier. Maar dat was voor een redelijk groot bedrijf. Die hadden een vacature uitgezet of een opdracht uitgezet... Uh, die op zoek waren naar een bedrijf... die dan heel veel content voor ze kon maken. En dan hadden ze een pdf gestuurd van... Hey, ja, dit is waar de offerte en het voorstel aan moet voldoen. Um, dus uh, stuur dat maar op de mail en dan uh, kiezen we jullie uit. Toen dacht ik, uh, maar wacht eens even. Ik heb nog helemaal geen gesprek met jou gevoerd. Je zegt dat je iets van content wil... maar ik weet helemaal niet wat voor content dat is. Of het nou foto's zijn, uh, korte verticale video's... of misschien wel ellenlange documentaires. En op basis van... Jouw korte vacature tekst, want het waren echt vijf, zes regels max, moet ik een voorstel gaan maken? Nou, dat doe ik dus gewoon niet meer. Um, dus ik heb ook tegen die meneer gezegd: van ja, hey, luister, um, kun jij nog een indicatie geven van je budget? Dat kon hij ook niet geven. Dat vind ik vreemd. Ik denk, ja, als jij een x bedrag wil uitgeven aan je marketing, dan moet je toch weten wat je ongeveer wil besteden. Je kan altijd een minimum en een maximum geven. Dus ja, als je daar niet toe in staat bent, dan um, is het gewoon uh, voorbij. En dan ga ik daar verder ook geen tijd aan besteden. Want wat je dan ziet op het moment dat daar dus best wel wat mensen op reageren, zegt dat er twintig of dertig mensen zijn, die maken allemaal een voorstel, want ja, de meeste het is misschien een beetje hard om te zeggen, maar het zijn allemaal kuddeschaapjes, over van, oh ja, hij vraagt om een voorstel, dan maken we maar gewoon een voorstel. Nou, dertig mensen sturen zo'n voorstel op, de partij in kwestie die geen budget kan noemen, die kijkt dan toch wel prijsgeoriënteerd en kiest dan vaak toch de goedkoopste, en dan heb jij weer twee of drie uur, of misschien wel meer uren gestoken in het maken van zo'n offerte. Nou, dat doe ik dus niet meer en dat scheelt mij ongelooflijk veel tijd. Want op basis van een vage vraag krijg je geen concreet voorstel. Dus onthoud het ook in je eigen ondernemerschap naar klanten toe. Eerst goed doorvragen, anders kan je geen offerte maken. Als zij de vragen niet hebben, kan jij de antwoorden niet geven. Dit waren de vijf dingen waar ik het meeste spijt van heb aan het begin van mijn carrière als ondernemer. En natuurlijk heb ik hier spijt van, maar aan de andere kant ben ik ook heel blij dat ik deze fout heb gemaakt. Want dit zijn uiteindelijk de leerlessen geweest die mij een betere ondernemer hebben gemaakt. En ik hoop in dit geval voor jou ook. Ik ben natuurlijk nog wel even benieuwd welke fout jij hebt gemaakt als ondernemer, of misschien ook wel in je persoonlijke leven, waar je heel veel van hebt geleerd. Dus laat het weten in de reacties en dan zie ik je graag de volgende keer. Doei doei!